Toen men een paar jaar geleden een enquête deed onder natuurkundigen wat nu het meest invloedrijke experiment ooit was, kwam daaruit als winnaar het experiment van Young. En we gaan in deze webles daar wat gedetailleerder naar kijken. Wat deed Young? Young maakte gebruik van interferentie. En interferentie hebben we vorig jaar al wel eens behandeld. Maar vooruit een kleine herhaling. Ik wil je even een stukje laten zien uit de film waarin wordt duidelijk gemaakt wat interferentie is met behulp van watergolven. I've got a demonstration here on a little pond where we can see this with water waves. I have two sources of ripples, which are basically like the two slits. When I create ripples with a single source, they travel out with circular wave fronts. Nothing particularly surprising there. But if I add a second source of ripples, then we start getting an interesting pattern. This pattern is created by the ripples from the two sources interacting with each other. Where they meet up peaks with peaks and troughs with troughs, the amplitude of the wave is increased. That's what we call constructive interference. But if the peak from one wave meets up with the trough from the other, then we get destructive interference and there's basically no wave there. Wij noemden dat vorig jaar knooplijnen en buiklijnen. Wanneer je interferentie krijgt, heb je te maken met punten waar de golven elkaar bijna of helemaal uitdoven, de knopen, en waar golven elkaar versterken, de buiken. Young had een interessante gedachte. Die zei, nou, we hebben gezien dat dat bij water het geval is, bij watergolven. Bij geluidsgolven kun je dat ook duidelijk maken. Young wilde laten zien met behulp van lichtgolven dat er interferentie plaats kan vinden. Young wilde eigenlijk aantonen dat licht een golfkarakter heeft. Dat licht een golf is. We zullen later nog wel zien dat het niet zo simpel te definiëren valt. Maar in het experiment van Young wordt duidelijk dat licht zich gedraagt als een golf. Wat deed Young? Hij maakte gebruik van twee hele kleine openingen in een plaatje. En hij liet er van de achterkant, de linkerkant hier in de tekening, liet hij daar licht op vallen. Wat gebeurt er nu wanneer je licht laat vallen op een heel klein gaatje? Ook dat kan ik laten zien met een watergolf. Dan krijg je iets wat heet buiging, diffractie. Je ziet hier, hier komt de golf van rechts, valt op een gaatje, de watergolf, en het gaatje gaat zich gedragen alsof het een puntbron is. Je krijgt buiging. En als het gaatje maar klein genoeg is, in de orde of kleiner dan de golflengte van het gebruikte golf, dan krijg je dus hele mooie cirkelvormige golven. Het idee is eigenlijk dat die twee puntjes zich gaan gedragen als twee kleine lampjes. Je hebt natuurlijk twee lampen nodig, wil je interferentie krijgen, maar je zou je ook kunnen afvragen waarom gebruik je niet gewoon twee lampjes? Dat heeft te maken met het feit dat je alleen interferentie krijgt wanneer de twee bronnen geheel coherent zijn. En dat wil zeggen dat ze zich precies hetzelfde gedragen. Nu is dat in het filmpje wat je net zag met die water, met die twee ballen in het water, is dat vrij makkelijk te doen. Als je gewoon als één persoon die twee ballen op en neer beweegt, dan zijn ze redelijk coherent. Het probleem met licht is dat een lichtbron, een lamp, nooit mooi continu licht geeft, maar er zitten altijd oneffenheden in. En wanneer je twee lampen hebt, dan zitten die oneffenheden op andere tijdstippen en daardoor krijg je nooit een mooi interferentiepatroon. Je moet twee lampen hebben die geheel coherent zijn. En wat deed Young dus? Door twee gaatjes te gebruiken als twee lampen en die twee gaatjes van achteren te belichten met één en dezelfde lamp, zullen die twee gaatjes altijd precies hetzelfde gedrag vertonen. Die zullen dus perfect coherent zijn. Heden ten dagen gebruiken we daar meestal een laserlicht voor, omdat laser lekker intens licht geeft. En dan krijg je dus twee vrij felle lampjes. Die twee gaatjes worden twee vrij felle lampjes. En je krijgt een mooi fel patroon. Want laten we daar eens naar gaan kijken. Young voorspelde dus dat licht kan interfereren. Achter dit plaatje, in dit gebied, krijg je dus ook buik- en golflijnen, want het gebeurt ook inderdaad, licht is ook een golf. En wanneer je dat afbeeldt op een scherm,
Dan krijg je dus gebiedjes waar licht elkaar versterkt, waar het dus heel fel is, en ook gebiedjes waar licht elkaar dus precies kan uitdoven. Daar is het dus donker. Door dit interferentiepatroon duidelijk te maken, toonde Young aan met zijn proef dat het licht een golf is.